Yo, gasten van de LR Games, welkom bij een nieuwe aflevering van Driver San Francisco. En we gaan meteen bezig met een politie-scène. Nou, een politie-missie. Ik weet alleen even niet meer. Oh, ik weet het meer. Wat gebeurt hier? Dit is gewoon een stomme glitch. Wat was dit? Die ging gewoon door die auto heen. Wat een glitch. Wauw. Someday when you've got more experience. I'm gonna do anything. They're breaking the law. I'm gonna get them off the streets and maybe save some lives. Dat is wel waar. Straatracers zijn niet goed. Ook al ga ik dat straks wel weer doen. Look, hate not getting an invite to the. Okay, it's time to introduce these guys to some walls. Oké, kom maar. Kom op. Boep. Boep. De eerste is knock-out. School's in session. Who's next? Oké, die was echt gewoon makkelijk. GMC, 80 busje. Boep. Taken down. 2. Remaining. 2. Ja, helaas nog 2. Dat is best wel leuk om te doen. Which one of you wants a new driver? Degene die daar staat, maar ik net niet kan pakken. En ik kan deze ook niet pakken. Omdat die auto te sloom is. Oké, dan gaan we weer verder. Ik ben deze auto. Nee, daar kom ik ook weer niet bij. Oké, gaan we iets van een verdere afstand nemen. De Alfa Romeo. Ja, ik zag via het logo. Ik ken niet alle logo's uit mijn hoofd, maar die toevallig wel. Net zoals deze, want dat is ook al een Alfa Romeo. Nee, ik wou niet met de politiewagen raken. Want die help ik juist. Oké, 3, 2, 1, poef! Hoppa, daar hebben we er 3. Yes! Pak hem nu de laatste. En die miste ik. Dan pak ik niet. Dat doe ik. Lilies. Oh! Ja, zo makkelijk. Zo kan het ook, hè? Ik hoop we can all take something away from this. I'll meet you back at the station for refreshments. Oké. Dan gaan we nu naar de straatrace. Die we. En 1 hebben we net natuurlijk gestopt. Maar ze weten niet dat er een nummer 2 is. Wacht even. Oh, dit zijn de Chinezen weer. Whatever you did, just do it again, Jun. Because if we screw this up, we lose the car. Because I also bet the car. You idiot! Echt serieus, man. Wat de slimme wat zijn ze slim, Chinezen? Nou, deze twee dan. You ready to double our money? That's a hell of a responsibility to dump on my shoulders. Oh, we rijden in een Aston Martin DB9. Oh! Wil ik even de buitenkant zien nog? Oeh, mooi, netjes. Maar dat is niet netjes, racers. Ik kan jullie ook van de straat afhalen, maar dat doe ik niet. Zo aardig ben ik nu. That's the brother I know and love. Believe me, it isn't. Ja, dat is helemaal waar. Zeven. We zijn nu bij de 7 van de 28. Lekker. Woep. Gaan we naar nummer 9. Dat gaat lekker hoor. Oh ja, nummer 1, nummer 1. Oh, uitkijken, uitkijken. Nee. Jammer joh. Hé, we kunnen eerst en tweede worden hoor. Derde en vierde kan ook, want daar krijgen we geen geld. If we win, no more stupid street race betting. Deal? Deal. Doorstaan. Zo, bye bye.
Nummer 17. Hey! Wacht. Er zijn gewoon twee rondes. Nou, weet ik wel, maar gewoon even om te laten zien bij jullie. En hoe weet je hoe badly een drunken monkey kan rijden, huh? Apen kunnen niet eens rijden. You keep this up, and I swear, if you ever need a kidney, I'm your guy. Why are we talking organ donation? I'm just saying, I'm grateful. Wow. Nummer 22. Nee, 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 nee. Nee, nee. Achter hem aan. Dat ik een beetje boos op hem ben. Maar ook een beetje op mezelf. We should talk about the wisdom of staking everything on a single. Nee, taxi! Taxi! I am it won't always be this way. What, you're magically going to forget how to drive like this? Ha! Dank je! Heftruck of zoiets, ik weet even de woorden niet meer. 27! Dus zijn we nu bij de laatste! Yes! Wow! We just got rich! Yes, we did! Screw college, we should do this for a living. Oh, jeez. Oh, wat is dat wel, jongen. Ik hoop dat hij niet meer terugkomt. Ik weet wel wat er gebeurt, maar ik ga het niet zeggen. Die previously in Drive San Francisco, die skip ik. Want daar zit muziek bij en ik wil ze geen muziek laten horen. Misschien een keer later, als ik weet dat het mag, maar... Mag maar... Ja. Dan moeten we nu even naar die tuin toe. Dan denk ik dat we het even rijden gaan doen, want dat gaat volgens mij iets sneller. Als we niet tegen auto's gaan knallen. Maar dat doen we nu ook niet. Oké, let op. Woeie! Mario stemmetje. Brandweer auto. Brandweertje. Hier is hij weer. Hoppa! Hey! Weer ook die zogenaamde hefstrikker. Ik heb een takelwagen. Dat was het. Takelwagen. Oké, volgens mij zijn we dichtbij. Ja, we zijn dichtbij. Lekker. Lucky, lucky, lucky. Oké, dat heb ik eigenlijk nog nooit horen zeggen. Ik heb dit spel al echt 2 jaar of zo. En nou, pas kind weet ik niet dat ik dat kan. Oké, woep. We need eyes on the city. A red SUV just fled the scene of an armed robbery of Pacific Alloys with about a million of refined powder. So Jericho stinks it. Yeah, and if you want the pick of every red SUV in the city, that police chopper is the place to be. Should be flying out from the helipad in Westlake. Right on the ball, Jones. Later. Hey, ik zit nu nog in de wagen, hoor. One thing. You can't fly a helicopter. I don't want to be the pilot. I'll be taking surveillance. You know the lingo. Yeah, cop cars are ground units. I'll pick up the rest. Woep. Gaan we nu erin. Helikopter! Hey. Ook al vind ik dit echt een van de stomste missies. New instructions. Going downtown looking for a red SUV containing stolen platinum. Understood, sir. I'll monitor ground comms. You can scan vehicles using the reticule. If they're in the database, they'll be flagged. Okay, we moeten dus naar een rode SUV zoeken. No. That looks like a street race. Not really our priority right now. Alweer een straatrace. Probably a waste of time. Next. Wat is er opeens met die straatrace? Start? Oh yeah. Dat vind ik altijd zo leuk om te doen. Yeah. Let them do. Hoe dit nou echt zit, als dit zegt. Nada. Whoa, what's that? Full spread of emergency services. A traffic accident. Looks serious. Whoa, wat is dat? Fire trucks. And a big tanker. That's serious, alright. Oh, stop. I don't see that every day. No kidding. Either way, that's not our guy. Nah. Oké, niks. Nope. Oké, verder. Ik wil naar die rode SUV. Dan hebben we deze missie ook weer klaar. Not you. Thanks.
next. Ik kijk, Kichtel. This thing can climb. Yeah, this new bird's a beaut, ain't she? Nothing doing. Nope. Hoe dit dat zegt? Nope. Boring. Ja, deze missie is ook saai. Je kan wel eens een keer wat anders doen dan autorijden, maar ja, het is elke missie heeft sowieso iets te maken met auto's. Hey, wat is dit? A red SUV, and it's stolen. The car is riding low too, sir. Very heavy cargo. Could be we found our platinum. Okay, what do we got here? Three heavy cases running. Zo, dat ding rijdt langzaam. God, on the passenger seat. Dat is logisch als er platen aan zit. Gotta get this off the street. Oké, hier naar rechts. Huis. Oké, nu rijden we in deze auto. Oké, halfway there. Now to get everything impounded as evidence. Oh, dit wordt te makkie. We moeten alleen nog daar naartoe zeker. Oh nee, wacht, dat moest toch niet. Oh nee, nee. Oh, ik kreeg een beetje schade. Ja, en waarom moeten we dan per se ook hier rijden? 15, 14, 13, 12, 11, 10. Hey. Wat? Hey. Where the hell did these guys come from? Damn SUV must have a tracer on it. Oh nee. Dat is niet goed. We moeten blijven rijden in dit wagentje. Ik moet de persen rijden. Someone wants this platinum real bad. Ah, nee, deze is mislukt. Ik zag jagen niet aankomen. Hij is allemaal gespand, geloof ik. Kom op. Het is zo moeilijk. Zo moeilijke missie. Oké. Nog één te gaan. En mijn wagen is half kapot. Wacht, deze wagen is van de politie? Wow. Serieus. Daar maak ik geen geintje over. Dat wist ik echt nooit. Ouch. Holy crap, die auto's ontploffen gewoon. Kijk dan, dat ding is gewoon ontploft. Dat is echt creepy. Special delivery. One truck full of stolen platinum, one very confused wheelman, and another of Jericho's plans on ice. Lekker toch? Platinum is a good score, and if it is Jericho, then it's only one piece of the puzzle. Could be he's trying to bankroll something big. Yeah. But this is volgens mij allemaal gewoon een droom, hè? Ja, dit is het droom. Dit was allemaal het droom. Want hij ligt in coma. Nee, Jones is er niet. Jones! Jericho. Wacht even. Dat met die platina is echt gebeurd? Zo. Even om wat duidelijk te maken, hè. Oké, dus ik heb even wat hier komt. Weer muziek. Oké, ship niveau 3. Hey! Alright, I got the hang of this. It's a time to raise. Oh, hey. Oh man, this is a buzz. Ja, dat
dat is helemaal waar. Hey, ik wil alleen die Fort Grand Victoria. Yeah! Oké, die race doen we later. Kijk, dit is echt veel fijner. Veel fijner. Ja. Nee, die gaan we niet doen. Die gaan we echt niet doen. Dat wordt een van onze laatste dingen, hoor. En die komt ergens in de volgende part. Oeh, deze is leuk. Oeh, met de Maserati Gran Turismo S. Oeh. I don't like this. I could have dropped off the radar like that. But now my life depends on you. Mr. Wong, I've never lost a witness under my protection. Now let's get you to the safe house. Oké, we gaan naar de safe house. You think you can keep me alive long enough to testify? Yes, I do. We'll keep... Oké, hoe doen we dit? Want we moeten via een weg en ik zeg zo hoe dat moet. En dat zie je ook zo. Kijk hier. Paranoia. Halfwege verhogen parandia. Paranoïde bedoel je. Stegen verlagen parandia. Paranoïde zeg ik. Gewoon. Parandia, dat zegt paranoia. Ik kan dat niet eens uitspreken. Gebruik de minikaart om stegen te vermijden. What is it about low profile you didn't get? Oh great. The first cop I get's been bought off. And now he's driving me around so I can catch a bullet. Hey, he's... Okay, okay, we moeten zo rechtdoor blijven rijden. See fella, easy. We're still good. See? This is better. Your eyes, less traffic. Exactly. Okay, rijden. Ja, ik weet dat ik de hoofdwegen moet vermijden, maar we moeten ook... Er zijn meer hoofdwegen dan gewoon deze wegen. You might as well paint my ass orange and stick me on the roof. Hey, calm down, fella, calm down. Okay. Okay. Okay, I'm gonna make it. And breathe. That's better. Seriously. Witness protection is usually months of boring daytime TV and cold meals from fast food joints. Okay, daar zijn we hier. Oh, this ain't right. See? I freaking told you so. Inpakken de wegwezen. We're out of here. 40 out of... Polar Bear, this is Igloo. Safe house is compromised. Oké, welke kant moeten we op? Volgens mij kan hij nog steeds paranoïde raken. Ik zeg gewoon het woord zo, oké? Als het niet klopt, en dat klopt wel, en dat is ook zo. My boy did niet. Oké, ja, ik zie hoe ik moet doen. Ik zie het. New location has been sent to your PDA. We got another problem. What now? I set up a dead man's drop online. If I don't get to a computer real soon, a lot of bad files are going public. Man. Polar Bear, you better get ready, because we're coming in hot. Out! Ja, dit klopt. Dit klopt. Nice! Thanks! I was kidding! Sarcasme, kom op, gast! Ik doe mijn uiterste best om je te beschermen en je blijft elke keer boos doen. Dan kan ik ook zo boos doen tegen jou. Oké, welke kant? Ja, ik weet het. Hier, rechtsaf. Hier zo, rechtdoor rijden. Rechtdoor rijden. Ik ben net een GPS nu. Mijn boeit ook niet wat je gast zegt. Mijn boeit echt helemaal niks. Het enige wat mijn boeit is video's maken. En dan links. Oké, okay. Nee. Au, kom op. Ja. Yes! We zijn er. Thanks. I guess. Hey, no problem. Enjoy all the daytime TV and cold takeout. Begrepen. Maar wat dan bij die afhaalmaaltijd? Kan opeens iemand tussen iets doen? Ik zeg het niet wat, want we gaan meteen naar de volgende.
big's the bar? At least 200 pounds. All solid nitrates, probably modified mining charges. So, we've got to hurry. Ja, dan hebben we, weten we nog steeds niet hoe lang we hebben. Ik ben een beetje negatief vandaag. Altijd. Oké, kom op. Gast, die kan je niet eens goed sturen, merk ik. Oké, we hebben een anderhalve minuut. Oh man. Casualties. Lots of them. Alright. Oké. Hey, filmstukje! Hey. Pray my nerves. I'm only about to defuse 200 pounds of unstable high explosive. Oh nee, wacht, volg de afslag. Hé, hey, kijk uit, politieauto! Ik rijd voor je! Ja, ik kan ook paranoïde worden, hoor. Hé, hey, ik doe mijn uiterste best, gast. Wacht, we hebben nog maar zo weinig tijd. Kom op, we moeten bijna bij die bom zijn. Ja, we zijn er bijna. Kom op. Nee, ouch. Hé, hey, we zijn er. Hé, hey. Woe. Oh, achter hem aan. Nou, in San Francisco zijn er wel heel veel schurken. Er zijn heel veel schurken, merk je wel. De enige die dit kan, Ben, is John Tanner. Doe. Hey, moet je maar aangezien. Lekker acrobaatje spelen, hè? Nee. Oké, gaan we weer. Woe! Alleen, wat tot nu toe niet in de game zit, is kinderen bij de vlakbij de plek bij je auto. Er zitten geen kinderen naast het sturen. Dat vind ik wel jammer. De stuipen op het lijf. Die gaan we kijken. Wat is dat? En dan komt er opeens een ambulance bij mij aan. Kom meer te weten over die plek. Oh, ik weet deze. Oh, deze is leuk. Deze is leuker dan de vorige John Tanner Messi. My man's a kid by the name of Dennis Haynes. Worked there for 3 years, quiet, keeps himself to himself. Suddenly starts splashing the cash like he's a king. Not smart. He's got our attention, he's got Jericho's. Not in a good way. Yo. So where are we gonna find? Okay, dit wordt de laatste missie voor vandaag. Hard to do lunch up by Golden Gate Park. Gotta show off his new wheels. Let's go spoil his appetite. Oh nee, yes! Hey, dat was een mooi trucje. Screw you, auto's. Screw you. Which means he's got a good reason to stick around. Which means. Okay, gaan we hier rechts af. How did they get the hangs on? Oh nee, wacht, ik heb geen. Never achieve nothing. Ik heb geen knipperlicht. Benjamin's. Soms schiet me gewoon worden tekort. Daar kan iedereen overkomen. You sure he's gonna be near the bridge? All I know is he likes to pick a quiet spot around here to fill his face. If he's driving a brand new bling mobile, he ought to stick out. Okay, moeten we hier naartoe. That's gotta be our man. Ja, denk het ook. Maar die gast die het bestuur is, die ziet er echt creepy uit. You're sure throwing some serious green around, Haynes. I told you, my aunt died, left me a bundle. Come on, Haynes, you can tell me. You were in on the platinum heist, right? That's bull. Where do you get off saying it? Well, if that's the way you want to play it. Buckle up, Buttercup. This is gonna get scary. Okay, de hartslag. Okay, met tijd. Kom op, zeg. I already know you bought this with dirty money.
Zo. Oeh, grote druk. Well, calm down, man. You're gonna tell me everything. Oké, hier, let op. Sprong. Daar krijg je ook wel wat punten voor, natuurlijk. Come on, man, you can take my lunch. I don't want your lunch, Dennis. Stop it, you nutjob. Nope, dat doe ik niet. Eigenlijk is die niet dood door het geluid, hoor je dat? All you have to do is talk. Oké, woep! Hartslag 180. Geweldig. Kan hij zo een hartaanval krijgen. Die zien we nooit meer. Terug! Oké, I did it. I tipped them off. You better talk fast, Dennis. I need details. They knew who I was, they... Oh, God! Seems I'm not the only one who figured you'd squeal. Please, you gotta save me. Don't kill me. Fine, but hold out on me. You'll be begging them to take you. Okay. Schud de vijanden af. Kijk, dat vind ik een van de leukste dingen. We moeten van de vijanden afkomen. Yeah! En dat is makkelijker gezegd dan gedaan eigenlijk. Of misschien ook niet. We shook off one of them. 3, 2, 1, go. Dit was te makkelijk! Paint me a picture, Dennis. She was really hot. Dit was echt te makkelijk! The one who wants me dead. Oh. Meen je dat nou? Oké, gaan we weer. I helped you, Haynes. Now you help me. Who was Layla gonna sell it to? Man, platinum's priceless. It's too easy to trace. They ain't gonna sell it. They were gonna use it. Use it how? Ooh. Beats me, man. I'm just a driver. So, Layla set up the platinum job. And Jericho plans on using it. How the hell do you use platinum anyway? Dat weet ik ook niet. Dat moet je niet aan mij vragen. Oké. Dan moeten we nog een race doen. Waarschijnlijk weer de Chinezen. En nog deze. Dus twee... Eentje is daarvan echt heel stomme. Maar dat gaan we natuurlijk doen in de volgende aflevering. Ik hoop dat jullie het een leuke aflevering vonden. Smash dan een duimpje omhoog. Als jullie willen dat ik meer van deze video's maak van Driver. Laat het dan achter met een duimpje omhoog ook. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later! Ik heb weer eens lekker gewerkt. Wie kan het doen? How can you do it? I don't know, I'm just a driver.